Van een schaal tot, van 1 tot 10, hoe kloten is dit voetbalveld? Ja, Zakaria Labiat, zijn jullie in de kleedkamer met de pet rondgegaan voor een bloemetje aan de VAR? Ja, we hebben het wel kort over gehad, maar ik denk dat het gewoon een terechte penalty was. Wat is er over gezegd allemaal in de kleedkamer? Nou ja, goed, Klaas weet wat hij voelde en ik denk dat we dat allemaal wel zagen. Dus voor ons was het gewoon een terechte penalty. Eerder natuurlijk ook een beslissing van de VAR toen de goal werd afgekeurd voor VVV. Zag jij wat daar gebeurde? Ja, ik zag niet echt wat er gebeurde, maar ik denk dat onze keeper dat wel goed kon zien en die gaf aan dat het gewoon een terechte beslissing was. Ik heb het teruggezien en het was wel een beetje discutabel, dus in die zin ben je misschien nog een beetje goed weggekomen ook. Ja, gelukkig dat de VAR dit keer in onze voordeel is en we mogen het eigenlijk zelf niet zo ver laten komen. Ik denk dat we de eerste helft goed speelden, goed veel kansen creëerden, maar het ontbrak aan scoren vandaag. Je viel in. Hoe ging dat? Ja, ik moest eigenlijk koud het veld in. En volgens mij de eerste balcontact of de tweede had ik een grote kans door een paas van Hakim. En die moet gewoon zitten. En ik denk dat je dan gelijk goed begint aan een wedstrijd. Ik ben blij dat we hier 3 punten hebben gehad. Ja, want is dat misschien een van de redenen dat het wat moeizamer gaat, dat je die goal niet maakt? Want het lijkt dan over het algemeen misschien zo stroef te gaan, maar ja, jullie krijgen kans op kans op kans. Ja, precies. Het ging vandaag niet stroef, alleen het scoren. Het scoren bleef heel lang uit. En ik denk dat we eerder in de wedstrijd kunnen gaan beslissen. En dan win je denk ik hier met meerdere doelpuntverschil. Dus dat is weer een aandachtspunt waar we aan moeten werken. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we hier hebben gewonnen. Van een schaal van 1 tot 10, hoe kloten is dit voetbalveld? 9,5. Ja, was het ook weer warm aan je voeten? Dat ook. Maar sommige delen was het heel nat. En eigenlijk in het midden op het veld was het heel droog. Dus dat was... elke keer als je de bal kreeg was het een ander gevoel. Ja, dus dan mag je blij zijn eigenlijk dat je deze hoorde hebt genomen. Ja, precies. Ja. Precies. Hey, waarschijnlijk speel jij aanstaande woensdag? Nou, ik hoop het. Ik ben hier natuurlijk gekomen om te spelen. En om mezelf te laten gelden natuurlijk. De teamgenoten helpen me daar ook in om in dit systeem te spelen. En dan ben ik dus natuurlijk ook dankbaar voor de staf ook. Maar ik ben hier zeker gekomen om te spelen, ja. Maar ja, als Neres zo geblesseerd is dat hij niet kan spelen, dan ben jij degene die er in de baan staat, toch? Ja, ik hoop het wel, ja. Kan je uitkijken naar zo'n wedstrijd als woensdag? Ja, natuurlijk. Ik hou van grote wedstrijden spelen. En tegen Dynamo zal dat een heel belangrijke duel zijn. En ik ben zeker gebrand om die wedstrijd te spelen.